Zo ook bij Floor en V, waar de zenuwen door het lijf gieren. Zo blijkt wel tijdens het oefenen. Oké, ik heb even een plek sorry. <laughs> en ze zijn niet de enige met knikkende knieën. Nou, ik liep net even naar de wc. En uh, ik rook behoorlijk wat zenuwen op de gang wel uh, hangen. Dus ja, dat is toch ook logisch. Voor de meesten is dit misschien wel een eerste kennismaking met. Met die, die filmwereld waar ze heel erg tegenop kijken. En om het nog spannender te maken, je moet het opnemen tegen zo'n 3300 andere acteurs in Spee. Ik keek ook zo om me heen en ik zag allemaal meisjes en ook heel veel met blond haar. En dan denk ik van, ja eigenlijk val je dan helemaal niet zo heel erg op als ik er dan zo tussen sta. Ik dacht echt, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Nou, daar komen we nu snel genoeg achter. Hallo. Hallo. Ten overstaan van een jury moeten de duo's in minder dan 10 minuten laten zien wat ze waard zijn. Ja, ik weet nog hoe dat voelt. Weet je wel dat je denkt: Oh jongens, neem mij alsjeblieft. En dat heb ik soms ook nog wel eens. Als ik natuurlijk een auditie sta te doen, dan kom ik op dezelfde manier binnen. Dus, dus ik, ik herken dat wel. Nog even terug naar Floor en Vee, die inmiddels met gemengde gevoelens de auditieruimte verlaten. Ging wel goed, volgens mij. Ja, bij mij niet toe. Nee, was je tekst kwijt of wat? Ja. Dus toch die zenuwen. Maar goed, het gaat gelukkig om meer dan alleen woordjes stampen. We willen natuurlijk die ene ontdekken. En dat heeft niet alleen maar met tekstkennis te maken, maar met, met al die andere dingen. Dus ja, we geven mensen eigenlijk heel erg de ruimte om in een korte tijd heel veel van zichzelf te kunnen laten zien. En binnenkort worden de jongeren die dat het best gedaan hebben uitgenodigd voor Ronde 2.